Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag een gloednieuwe Minecraft video, aflevering 3. Dus vergeet zeker niet te liken, te abonneren, hier beneden klikken op het belletje dat je nooit de video mist of vergeet. En laten we doorgaan met de video. Vandaag gaan we op avontuur, zoals jullie kunnen zien in de titel. En ik heb hier een boot. En het idee was dat ik met een boot zou varen. Het idee was van Jojo Gamer, dus shoutout naar jou. En ik heb hier ook nog wat botten, dus als we dan een hond tegenkomen, dan kunnen wij een lief klein hondje hier bij ons huis hebben. Dus dat is redelijk leuk. En ja, ik heb off-camera nog dit afgewerkt. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hier mooie plankjes. Ik heb hier een trap. Dat was een eng geluid. Ik heb hier dan nog een kamer voor mijn enchanting table of mijn nether portal. Ik heb hier dan nog mijn mineshafts. Ja, bij twee ervan heb ik heel erg ver. Allee, die is niet zo ver. Maar die is wel redelijk ver. Dus ja, en daarmee heb ik ook nog een stack iron gevonden. Allee, niet echt een stack, maar ik heb daarmee een stack kunnen maken. Even tonen aan jullie. Boom. Dus nu heb ik redelijk veel iron. Ik heb ook nog een emmer en een schaar gemaakt. Ik wil wel dit bed nog meenemen voor onderweg. Als het dan nacht wordt, dan hebben we tenminste een bed. En als ik nog iets. Ja, ik heb ook nog iron tools gemaakt. Een ijzerzwaard, een ijzerhouwwiel, een ijzerbeel en een ijzeren schop. Dus dat heb ik ook nog gemaakt. Dus laten we dan op avontuur gaan. Laten we gaan, let's go. By the way, mijn tarwe en mijn graan is ook nog een beetje aan het groeien. Dus leuk om dat te zien. Ik wil niet echt hier blijven. Ik wil verder gaan avonturen. Of avonturieren. Hoe noem je dat? Op avontuur gaan. En ja, de villager is er nog steeds. Ik hoor een spin. Maar ach ja. Dus laten we eens kijken wat er hier achter deze berg is. En hopelijk vinden we wel vandaag of zo een wolf. Dat zou wel cool zijn als we die vinden. Ik heb hier wel veel schapen, dus dat is leuk. Dan kunnen we een schapenfarm maken. Daar hebben we een moeras. En laat nog in de reacties weten als ik daar in die berg nog iets moet maken. Maar oh my god, een wolf, yeah. Leuk, tof, ja. En als je nog een naam hebt voor de wolf of voor de hond. Bim. Ja, als je een naam hebt voor deze hond, laat het achter. Bijvoorbeeld Jeff of Lego Boy of Faggot of weet ik veel. Oh, brengt nog meer bergen. Dus laat het gewoon even in de reacties achter hoe dat ik mijn hond moet noemen. Ik weet niet hoe deze biome noemt, maar overal witte bomen. En hier is er een omgevallen. Laten we hier een beetje aan de kant een wolf of hond. Daar is er een meer. Maar ik wil meer daar gaan avonturieren. Want ja, waarom niet toch? We kunnen dit nog gaan exploren als we dan nog een andere keer op avontuur zijn. En het wordt bijna nacht, ik ga niet echt in mijn huis slapen. Ik ga in mijn. Was dat een paard, bruh? Dat was echt een raar geluid. Ik wil niet echt in mijn huis slapen, want ja, waarom? Ik wil hier mijn boot zetten en ik wil best varen. Eerst de zalm, ik wil. Ik ga naar daar kijken, wat is er daar? Bruh, wat is er dit? Wow. Oké. Voilà. Oké, dit is heel raar. De besturing van deze boot is wel redelijk raar. Gaan we ook wel meedoen. Boom. Een lilypad. Leuk. Boom. Bim. Sugarcane. Ja, tof. Tof. Heel erg leuk, want als we dan bijvoorbeeld de village vinden. Of, ah, het is aan het regenen. Flip. Ik ga slapen, want ik wil dat de regen voorbij is. Ja. Dus als we dan bijvoorbeeld een village vinden of een villa mansion of een hunted mansion. Ik weet niet hoe je daar precies de naam van is. En als we dat dan tegenkomen, zou het ook tof zijn. Een sugarcane, dat gaan we natuurlijk ook meedoen. Meer bloemen, paddenstoelen, dat is wel tof. Ook meedoen, want waarom niet? En als we dan die bruine vinden, dan hebben wij paddenstoel stew, dus paddenstoel
soep of zo, ik weet niet. Maar bro, als de Hans in dezelfde biome is, ik wil even kijken verder. We hebben hier kelp, dus dat kunnen we ook even pakken. Even hakken. Ik weet niet echt voor wat kelp nodig is. Bijvoorbeeld, ik weet wel dat je ermee een blok kan maken, maar voor de rest weet ik niet echt wat je ermee kan doen. Ik zal even aan de rand gaan van dit eilandje, want ik wil dat mijn hond mee is. Dat was een inktvis. Oké. Dus, boom. PewDiePie moments. Ja. Boom. Zit ik samen met mijn hond in een boot. Ja. Bruh. PewDiePie moments. Ja, let's go. Wat is er daar? Daar zie ik wel mooie bloempjes. Wow. Mijn stem was ineens hoog aan het gaan. Maak ik eruit? Ja, voilà. Ik ben eruit. Oké, coole bloempjes. Ja, ik kan ze allemaal hebben. Het rare is van, zeg ik van, ja, kijk die mooie bloempjes. En dan bruh. Waarom zeg ik XZ? Wat? Ja, die kan daar wel even blijven. Mijn hond blijft daar wel even. Hier is er niets. Aha, ik weet echt de namen niet van de biomes van Minecraft. Als je het weet, laat het achter in de reacties. Maar met top 1 priority moet je een naam hebben voor mijn hond. Sorry varken, maar jij moet dood. Sorry. Ik moet ook nog wat voedsel hebben hoor. Even kijken, daar kunnen we naartoe gaan. Wat is er daar? Ja, daar kunnen we eigenlijk naartoe gaan. Let's go. We hebben mijn hond en mijn boot. Auw. Dat was per ongeluk. Biem. Oké, laten we even kijken wat er daar is. En dan kunnen we een keer naar die grote boom, boom bij hem gaan. Noem je het taiga? Ik weet niet. Ik ben niet zeker. Dank het wel. Wat is dat voor een ding? Waarom is mijn boot zo raar? Jezus. Wat is er daar? Is dat een jungle? Ah nee, dat is een andere biome. Oké. Laten we toch even kijken. Kom mee. Ja. Kom mee. Hey. Boom, 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 boom. En als we dan nog een keer een hond tegenkomen, dan heb ik nog steeds twee bonen. Botten, sorry. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Ik mix woorden gewoon. Sorry jongens en meisjes voor die kleine kut, maar ja wel, of klein stukje zonder opgenomen te zijn. Ja, sorry daarvoor. Maar daar was er eigenlijk niks. Ik heb gewoon een beetje hout gehakt. En kijk, is dat niet tropisch vis? Ik ga dat wel laten leven, want bij mij heb ik ook nog wat vis, of tropisch vis. En even kijken. Hallo kaart, waarom werk je niet? We gaan terug naar daar. En we kunnen dan even naar die taiga biome gaan. Kunnen we een beetje kijken hoe ver dat we zitten van huis, of thuis eigenlijk. En eigenlijk niet ver, want denk ik toch. Nee, gewoon niet ver. Dus over dat water denk ik. Hopelijk zijn we niet verdwaald, want dat zou echt heel slecht zijn. Oh kijk, wel, daar is het ergens. Laten we dat even doen. Ik hoor een drowned zombie, dus een zombie die verdronken is. Hopelijk gaat hij niet mee aanvallen of heeft hij geen trident mee, want ja, anders zijn we echt kapot en dood. Ik wil even deze sugarcane nog meepakken. Hallo? Valasse. En boom en bam. En ik weet, deze video komt op een dinsdag. Deze video komt online op een dinsdag. Maar omdat donderdag Fortnite Season 10 is, dan kan ik geen Minecraft video maken. Dus voilà, vandaag dinsdag een Minecraft video. Hopelijk vinden jullie dat oké.
Ik ga best terug naar huis. Maar niet naar huis, maar de richting van thuis. Snap je? Snap je? Waarschijnlijk wel. Ah, voilà. Ik zie mijn huis daar. En daar is sugarcane. Dus ik wil dat ook even pakken. En ik denk dat er in deze buurt waar ik woon niet zoveel dingen zijn. Bijvoorbeeld een village heb ik niet gezien. En nog geen zulke grote villa. Ik weet niet. Ik denk een villa mansion, zo noemt dat. Of is dat gewoon hetzelfde, ik weet niet. Boom, beam. En die lilypads wil ik niet hebben, dus laat ik die gewoon maar even. Voilà. Laten we kijken wat er hier is, want als er hier niets is, dan is dat wel een beetje... Oh my god! Nee, dat meen je niet. Heb ik... Wauw. Heb ik echt deze gevonden? Wauw. Dit is een van de zeldzaamste biomes van Minecraft. Het is wel heel cool dat ik die heb gevonden. Kom, hond die nog geen naam heeft. Kom aan, ga eruit. Dankjewel. Ik wil wel even mijn bot hebben, want anders spelen die dolfijnen daarmee. En dat wil ik niet, ik wil niet dat die kwijt is. Maar wauw, ik vind gewoon deze achter de berg van mijn huis. Wauw, ik ben wel een lucky bastard. Het wordt ook nog nacht, dus ik zal ook even slapen. Beam. Maar wauw, ik vind gewoon deze naast mijn huis, dat is wel cool. Ik zal ook natuurlijk wel deze blokken hakken. Welk blok is dat? Terracotta, oké, cool. Oké, laten we nog deze... Hoeveel blokken hebben we er? 18. Oké, laten we er 25 van maken. Ja, voilà. Wauw, dat ik die echt vind in mijn, achter mijn huis. Wauw, dat is echt cool. Hopelijk vind ik hier ook wel coole dingen. Bijvoorbeeld de village, dat zou cool zijn. Om, ja, dat is hetzelfde. Ja, dan pak ik daar wel 13 van mee. Maar wauw, ik ben wel blij dat hier dat ik deze heb gevonden, maar ik ben ook niet zo blij, want ik wil graag een village vinden. En daarmee kan ik dan wel sommige dingen stelen natuurlijk. Wie doet er dan nou niet, hè? Dingen stelen van een village, zoals wortels of andere dingen, bijvoorbeeld. Weet ik veel, wat zou je nog kunnen stelen van een village? Dingen kan je stelen, ja. En ja, ik wil heel graag een village vinden. Want dan kan ik wortels en bieten en al die andere dingen vinden die een village heeft. En best dan kijken, daar is er niks. Nee. Jammer. Daar is wel leeg. Maar ik vind wel dat het wel cool is dat we dit vinden. En ja, dat is weer dezelfde blokken toch? Waarom druk ik mijn pickaxe? Ja, dat zijn dezelfde blokken, mijn broer. Maar wel, aan mijn huis ligt daar achter die berg. Hè. Ik kan nog. Oh, dat is een. Dat is een waterzombie. Oh nee. Heeft hij een drietand mee? Hopelijk niet. Oh, die heeft zulke schaap vast. Hopelijk krijg ik die. Hallo. Ik wil jouw schaap. Pak hem, hond, pak hem. Ah. Ja, ik heb die schaap. Ja, let's go. Au, dat is zeer. Hier zitten echt veel waterzombies. Ik zal wel uit dit water gaan. Ik hou ook even een beetje van zo'n zand mee doen. Want u weet maar nooit dat de handen komt, hè. Boom. Hoeveel heb ik er? 17, 20, waarom niet? Waarom drop ik mijn spullen eigenlijk? Bruh. Ah, ja. Er zit daar kabeljauw in. Ik ga die niet doden, want dat is een kleintje, denk ik. Weet je waarom niet? Ik heb toch geen eten bij. Boom. Sorry.
Sorry voor al de kleine kinderen die kijken. Ah ja, grot, nice. Laten we die even exploren. Helemaal niets, denk ik. Een skeletoni. Oké, we zijn hier weg. Rennen! Maar hij is wel cool, dus ik wil wel een beetje steen hebben voor een oven. Dus waarom niet? Hoeveel heb ik er? 9, oké, dat is meer dan genoeg. Ik denk dat dat gewoon genoeg is. Een beetje kool hakken, want waarom niet? Oké, ja. Hier nog meer kool. Ik ga wel even snel een oven maken. Ik heb toch een crafting table bij. Dus dan kunnen wij mijn voedsel bakken, want ik heb, zoals jullie kunnen zien, heel veel honger. Niet echt veel honger, maar gewoon wat honger. Oh my god, oh ja, kijk, voilà. Nu moet ik hier gewoon mijn kool in gooien, bloep, 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 bloep. En mijn eten, bloem. En dan krijg je een hond. Wow, wow. Wat mag ik? Wow. Bruh. Laten we gewoon even snel een crafting table een oven maken. Een crafting table hebben wij al, zoals jullie kunnen zien. Dit is een crafting table. En laten we snel dit vlees koken. En dan best dit nog hakken. Heb ik die oranje al? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. En nu is het 5 uur. En allee, nu dat ik deze video maak, is het 5 uur. En een uur geleden is er een teaser van Fortnite gereleased. En ik heb hem al gezien. Redelijk cool. Als jullie al de teasers van Fortnite hebben gezien. Ik vind ze toch wel cool. Hè? Want ja, ik ben al bijna 8 seizoenen aan het spelen. Van seizoen 2 ben ik begonnen met spelen. En ja, dat is pretty sick. Wel, ze zeggen dat je kan tijdreizen. Min of meer. Hopelijk gaat dat gebeuren. Want... zou ik heel erg blij zijn. En bruh, wow, waar ligt mijn huis? Mijn huis ligt daar, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Hoor ik nu konijnen of zijn dat zilvervissen? Oh, bruh. Het zijn konijnen. Wauw. Wow, is dat mijn... Wacht. Daar ligt het meertje, denk ik. Ik zal even snel kijken. Hopelijk krijg ik geen fall damage. Oké, waarom niet? Voilà. Fortnite fall damage. Oef. Dit is de moeras. Oh, dan nog meer sugarcane. Au. Oké, dat was prachtig. Dat was daarnet van au. Wauw, gelukkig was ik niet dood gegaan. Waarom heb ik mijn schaar eigenlijk niet meegenomen? Want dan kon ik deze... prachtige lianen meedoen. Of deze vines, zoals ze in het Engels zeggen. Dus laten we dit beetje nog hakken. Laten we niet alles hakken. Maar dit is wel heel veel. Boom, 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 boom. En ik denk dat ik dan in de volgende video een schapenvorm wil maken. Want dan kan ik schapen hebben. En maken en die dingen. De dingen dat schapen doen. En als ze... kijk nog. Ah, bruine paddenstoelen. Die kan ik meedoen. Het is lastig om te slaan, want die zijn echt klein. En ja, ik vind het toch een beetje lastig. Nog meer paddenstoelen. Ah, boom. Oh ja, dacht ik al. Ja. Dus daar ligt mijn huis. Kut, tof. Ik pak even mijn bolt. Ik denk dat we niet echt een wolf gaan tegenkomen. Of nog een wolf gaan tegenkomen. Ik zet mijn bolt hier. En ik ga op avontuur. Meer. Maar hier zijn we al geweest. Ja, eigenlijk was er daar. Ik wil wel kijken wat er daar is. Oké, dit zijn nog meer varens.
Ja, hier is er gewoon water. Is mijn hond mee? Ja, mijn hond is mee. En ik denk dat ik hem dan... Want ik was dan ook nog... Ik heb ook nog deze bloempjes gevonden bij die grote bomenbaaien. Niet echt die grote tutenieten waar ik daarnet was. Off camera. En ja, ik denk dat ik hiermee een kleur kan maken. Maar ik denk blauw. Of cyaan. Of zo, ik weet niet. Ik zal kijken. En dat is naar boven. De blauw is naar boven en dan... Is dat niet die kleur? Nee, dat is lapis. Lapis. Snap. Hé, hey, ja, blauw. Ja, ja, mooi, 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 mooi. Dan kan ik dit aan mijn hond doen. En boom. Voilà, nu heb ik een blauw halsbandje. En ik denk dat we dan over de 20 minuten zitten of zo. Zullen we snel naar mijn huis gaan. Ik bedoel, wat we gevonden hebben in deze aflevering is wel heel cool. Dus ja, ik bedoel, we hebben een savanne tegengekomen. Of savanne, nee, dat is geen savanne, dat is een... Maar ik denk dat dat een savanne is. Ik ben niet zeker. Maar laten we dan eerst dit nog gaan harvesten of gaan pakken. Boom, 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 boom. Voilà. Zelfs degene die niet klaar zijn, ga ik toch pakken. Want ja, anders is het niet mooi samen, want er zijn dan een paar klaar en dan zijn er nog een paar aan het groeien. Ja, ik denk dat dit mooi is. Ik zal even naar binnen gaan. Ik denk dat we dan 30 minuten zitten. Kom mee. Kom. 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 Kom, hond. Jezus. Je gaat mijn hond niet mee willen naar binnen. Boom. 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 Oké. Voilà, mijn hond is binnen. Ik zal even in die hoek daar doen. Ik zal even snel slapen. Slapen, ja, we gaan slapen. Even mijn. In dat bed, waarom niet? Al even mijn spullen in mijn kisten doen. En dan is de video gedaan voor vandaag. Vrijdag komt er nog een video, ja, ja. Zeker weten. En ik zal dan wel off-camera deze sugarcane planten. En ik heb ook mijn kisten geordend. Ik heb dan steen en aarde. Ik heb dan natuur. Ik heb dan andere steen. En dan overige prul ding. Bijvoorbeeld dat kan ik daarin doen. En paddenstoelen, waarom niet? Of waar, ja, die paddenstoelen heb ik boven gelegd. Ach. Ja, ja. Voilà, hier liggen ze. Ik wil zeggen, toch? Ja, ik heb ze hierboven. Trottend vlees, kan ik dat daar wel doen? Trouw kabeljauw, dan boom, boom. Bot kan wel beneden, dus ik ga het dan straks doen. Dat kan daar. En dit doen. Voilà. Ik vind dit mooi, voilà, ja. Wat moet er hier? Ja. Hier moet natuurlijk mijn terracotta in. Oranje terracotta, mijn geel terracotta, wit terracotta. Of ja, bruin. Maakt niet uit welke volgorde ze staan. En dan mijn rood zand. Mijn botten kunnen hier dan in. Hier kan mijn schelp dan in. Wel mooi, mooi zetten. Mijn hond staat daar. Ja, mijn blauw kleurstof kan dan boven. Nog een crafting table. Ik kan die wel niet plaatsen. Ja, misschien kan ik die plaatsen beneden. Want beneden... Ik ben de hele tijd bezig geweest door beneden. In mijn klein grotje. Allee, grotje niet echt. Mijn. Ja, mijn, ja. Ik zal ze wel hier wel plaatsen. Want deze kool komt daar dan in. En dan kunnen we terug naar boven gaan. Dan mijn blue dye dan nog beneden, bij boven leggen. Of mijn blauwe kleurstof, sorry. Waar heb ik dat alweer gelegd? Ah, bro, ik zal het gewoon hier doen. En dan zal ik de video afsluiten, jongens en meisjes. Hopelijk heb je van deze video genoten. Even like, abonneer, hier beneden, klik op het belletje dat je nooit de video mist of vergeet. En dan zie ik jullie allemaal later. Een dikke, vette doei. En
Wacht, donderdag komt er een Fortnite video. Vrijdag komt er dan een Minecraft video. En dan zondag komt er dan nog een Brexit video. Dus dat is mijn plan voor deze week. Hopelijk zie ik jullie dan in de volgende video. Dikke, vette, doei!